die zwarte neger die daar loopt, die arme almeloze jongen niet in de vuilnisbak te drukken. Dit is het debat van de verworpenen der elite. Met andere woorden, het debat bij Prem. Ja, zo noemt hij dat. Hier bij Prem. Dat schijnt zo te heten. In de studio, ja, superleuk. En de elite bepaalt wat u, het Nederlandse volk, de ruggengraat van onze patria mag horen. Hoe kan het nou eigenlijk dat artikel 1 of DENK veel meer aandacht krijgt dan jullie? Ik merk op zich dat iedereen die zich gedraagt als slachtoffer, die slaagt erin om aandacht te krijgen. Dus dat geldt voor artikel 1, dat geldt voor DENK, dat geldt voor Baudet, die boos is dat hij niet bij de debatten zit. Ja, dan doe je een persberichtje uit, je dreigt met een kort geding en je hebt aandacht. Nou ja, dat heeft denk ik toch voornamelijk te maken met de linkse media, die heel graag meneer Kuzu met zijn Turkse onderdanen heel veel aandacht wil geven. En mevrouw Sylvana Simons, die natuurlijk bij de VARA de deur plat loopt. Waar ik tot op heden, vanwege mijn persoonlijke affectie voor Sylvana, mij op de vlakte heb gehouden over artikel 1, zal ik naar aanleiding van uw mail mij nu fel uitspreken tegen deze partij en haar praktijken. Die neger van der Kooijen. Ik gebruik het woord. Ik gebruik het woord wel, want ik heb de vrijheid van meningsuiting. Neger van der Kooijen. Nee, het is een hoop herrie, maar ja, we gaan het zien. Oh, het is 2 uur, dus we komen er nog tussen, denk ik. Luisteraars, dit is Hilversum 1, het mislukte gedrocht van de nepotistische parasiet. Ja, hij praat heel veel, dat klopt. Dat mag je ergens aanschuiven en dan zit je bij Prem. Maar ja, die praat de hele tijd voor. Ja, ik weet niet of ik hem bij kan houden, maar ik ga mijn best doen. Echte Nederlanders met elkaar in gesprek, ten einde u, de hardwerkende Nederlander. Ik vond het wel, ik vind het wel leuk, hij daagt je wel uit. Heb je nog wel wat kunnen zeggen zelf? Af en toe. Wat zou je ervan vinden als jij minister wordt in het kabinet? De Radikitsjoen 1? De kans is nul. Ja, die is echt gewoon nul. A, wil ik geen minister worden. En B, Prem als baas, dat lijkt me ongeveer het ergste wat je kan overkomen.